Kijk, ik hou eigenlijk normaal gesproken van een meisje met grote tieten, grote billen en lekker nep. Ja, dat is zij dus niet. Ja, ze is wel gewoon geil om te doen. Ik ben bij Dusty, die is ook eigenlijk de enige persoon bij wie ik wel klaar kom. Dat gebeurt maar eigenlijk nooit. Ik ben Sam en ik ben de ex van Dusty. Ik heb Sam leren kennen via Instagram. Ze ging mij volgen en ze ging mijn foto's liken en dat soort dingen. En toen dacht ik, hier ga ik achteraan. Ja, ik ging eigenlijk even op Dusty's Instagram kijken en toen dacht ik van, hey, maar jij bent leuk. Toen had ik een DM gestuurd. Van het een kwam het ander. Toen hadden we best wel snel afgesproken op een random avondje. Ja, ik had echt pas een week contact met hem. En toen was het eigenlijk zo van, ja, heb je binnenkort zin om af te spreken? Dat ik echt dacht van, oké, dat is wel snel, maar dat is goed, weet je wel. Leuk. Eerste date, ja, ik wilde wel seks. Alleen, ik had niks geprobeerd echt. Ik dacht gewoon van, ja, de situatie is er niet naar. Dus, als het niet begint, dan begint het niet. De eerste keer heb ik alleen met hem gezoend. We hadden wel, zeg maar, die soort van chemistry, die was er wel. Maar nee, de eerste keer heb ik geen seks met hem gehad. Ze is gewoon wel lekker gek en ze is gewoon grappig, spontaan en wel mijn typetje. Ik dacht van dat kan wel wat worden dus. Dus die is bij mij wel toch wel echt zeg maar gezicht op de eerste liefde. Nee, liefde op het eerste gezicht, jawel. Ja. Toen heb ik mijn tweede date gehad. Toen is ze naar mijn huis toegekomen. En als een meisje naar mijn huis toe komt, dan is het raak. Ja, dat was de tweede keer was het wel raak, ja, klopt. Ik vind het gewoon lekker dat ze gewoon lekker klein is. Dat ik gewoon alles met haar kan doen, dat ik haar lekker overheen kan gooien. Ja, seks was eigenlijk de eerste keer meteen wel gewoon echt goed, zeg maar. Ja, dus die is natuurlijk ook goed te schapen, dus ja, dan is het al snel niet verkeerd. Ja, ik hou er gewoon van. Ja, ik denk dat zijn pik ongeveer, zo is het toch wel. Ja, toch best wel flink. Kijk, ik hou eigenlijk normaal gesproken van een meisje met grote tieten, grote billen en lekker nep. Ja, dat is zij dus niet. Ja, ze is wel gewoon geil om te doen. Ik ben bij Dusty, die is ook eigenlijk de enige persoon bij wie ik wel klaar kom. Dat gebeurt maar eigenlijk nooit. Ja, meneer die had wel al aangegeven dat hij geen relatie wilde, omdat hij ook in Mallorca zou gaan werken aankomende zomer. En ik zelf ook. Alleen we hadden gewoon gezegd van ja, we zien na Mallorca wel, tegen die tijd zien we wel wat het wordt en of er iets meer in zit en bla bla bla. Dus dat was eigenlijk een beetje de reden dat wij geen relatie genomen hebben. Ik heb gewoon vaak met haar afgesproken en volgens mij iets van 6 keer of zo. En toen ging ik naar Ex on the Beach inderdaad en de dag dat ik hierheen ging was de laatste dag dat we elkaar sprak met een appje van ik ben druk, ik kan niet appen. En toen kwam ze het strand opgelopen, dus ja, dat was wel een verrassing voor mij. Ik kwam het water uit en ik zei tegen hem van... Ik dacht dat wij bezig waren, wat de fuck doe jij hier? Ja, ze keek echt boos, ik heb haar nog nooit boos gezien, snap je? Dus toen dacht ik wel van ja, hallo, waarom doe je zo boos en waarom ben je zo boos? Ik bedoel, ik heb alleen gezegd dat ik geen appje heb, dat ik niet kan appen. Maar ja, toen was ze zo fucking boos en toen dacht ik van ja, nou ja, boeien, I don't care. Ja, ik ben hier wel echt, toen ik het water uitkwam, ben ik wel echt voor hem gekomen en ik ben hier nog steeds wel voor hem. Want ja, de band die ik met hem heb is toch wel, wel anders dan, dat zegt hij zelf ook, toch wel anders dan die ik met andere mensen heb. Dus ja, weet je, ik hoop gewoon dat we gewoon kunnen kijken hoe het loopt hierna, want ik weet dat het hier toch niks gaat worden. Maar gewoon hierna en naar Mallorca, dat we dan gewoon kijken van, yo, wat zit erin, zeg maar. Ja, ik heb altijd al tegen haar gezegd, ik hoef geen relatie, ik heb ook haar duidelijk gemaakt. Ik bedoel, ik ben open en eerlijk naar haar toe en ik heb gewoon gezegd, ik hoef geen relatie. Dus op een gegeven moment leer je iemand beter kennen en ik heb dan een bepaalde dingen dat ik denk van, ik vind het... Soms is het gewoon vervelend en nog kinderachtig en ik hou daar echt niet van. Ja, ik kan natuurlijk ook een kind zijn. Iedereen die een borreltje heeft, die een drankje op heeft, die wordt zo, weet je wel. Niemand is hetzelfde als hij gezopen heeft. En ik ook niet, dus ja. Be my guess. Mag je vinden. Ik heb bij Sam, ik heb wel wat gevoel, maar ik weet dat het niks, voor mij in mijn ogen niks serieus zal gaan worden. Als ik dus die met een andere meisje zie, dan denk ik dat ik toch wel, flip, dat ik toch wel boos word. Weet je, ik ben best wel jaloers aangelegd, ook al wil ik dat zelf niet. Ik probeer ook altijd mezelf te zeggen van Sam, doe normaal, weet je wel. Maar... Ja, hij zit gewoon in mij. Ik, dan heb ik wel even toch wel een temperamentje, ook al ben ik maar zo klein. Ja. Ook met Sam hier aangepakt, ik weet niet. Ik heb wel zwak voor haar natuurlijk. Dus hij zegt tegen mij dat het er niet uitmaakt als hij mij met andere jongens wil zien. Alleen, ik denk dat hij dat zegt om een beetje toch wel voor stoere praat of zo. Ik weet dat ze verliefd op mij is en ik denk niet dat zij zo snel naar een andere kant zou gaan. Maar als niks met Dusty wordt, dan hoop ik natuurlijk ook dat ik het gewoon met iemand anders gewoon gezellig kan hebben. En dat ik dan toch, ik moet hier toch ook voor mezelf zijn, weet je wel. Ik ben nu wel voor Dusty gekomen, maar ik moet ook aan mezelf denken.